Met het doel de internationale gemeenschap bewust te maken hoe belangrijk toerisme is, heeft de Verenigde Naties 27 september uitgeroepen tot Wereldtoerismedag. De sociale, culturele, politieke en economische waarde van dit middel van bestaan is van significante betekenis voor vele gemeenschappen, ook die van Suriname. De United Tour Guide Suriname, UTGS, heeft daarom samen met Happy Independent Person, HIP, een kinderevenement georganiseerd op het Fort Zeelandia complex. Zij hebben op die manier de kinderen kennis laten maken met toerisme en ze geleerd hoe belangrijk het is voor onze samenleving. Verder hebben zij met deze activiteit inhoud gegeven aan het thema van de Wereldtoerismedag, dat dit jaar is duurzaam toerisme als sleutel voor ontwikkeling. Yves John, voorzitter van UTGS, zegt dat zij die boodschap aan de kinderen willen doorgeven. Want zij hebben zelf ook informatie. Weet je, je stelt de vraag van oké, wat was dit gebouw? En dan geven ze ook antwoord. En sommigen hebben nog iets onthouden van de geschiedenis. En zo vullen de anderen aan. En als ze klem zitten, dan vul je, dan ga je dus zelf door verder. En dan zijn we dus even naar het plein geweest. We hebben ze die bijzondere boom gewezen waar een amandel midden in een tamarindeboom groeit. Wat is dat? Dus langs het plein. Haast niemand weet het of ziet het. En nu, ja, we hebben flink gelopen. Ze hebben wat honger en nu kunnen ze lunchen in de tent die ze zelf hebben opgezet vanmorgen. Natuurlijk met wat hulp van ons als begeleider. Maar wij wilden hen het gevoel geven dat ze, vandaag is Wereldtoerisme-dag. En wij wilden hen ook een beetje een toerismegevoel geven. Maar ze weten eigenlijk goed, bliksems goed wat het is. Want die een zei van, oh, ik was in Nederland, ook toerist. Ik zeg maar hier ook. Ook als je naar Nikeri gaat of naar Sarmaka, je gaat daar overnachten voor de fun. Dan ben je zelf ook toerist in eigen land. Dus we gaan straks met ze opruimen. En dan gaan we schilderen, heel creatief bezig zijn. De banken die wit geschilderd zijn, die gaan we dus beschilderen samen met hun. En meneer Struikelblok komt zelf ook om mee te helpen om zijn monument weer een laagje te geven. En daar gaan we ook mee helpen. We zijn langs alle monumenten gegaan. Langs alle monumenten, maar ken je die namen ook? Ja, we zijn langs het standbeeld van koning Wilhelmina gegaan. En bij Fort Zeelandia. We waren naar Fort Zeelandia en we hebben dingen gezien waar de blanke mensen deden vroeger. En we hebben geleerd dat we zijn langs de presidentieel paleis. Ja. En we zijn naar niks gegaan. Kom je maar aanvullen. Waar zijn jullie gegaan? We zijn naar een castle ook gegaan. En we hebben vuil opgeraapt. Jullie hebben vuil. Tenten gemaakt. Ja. Deze tent is van ons. Deze tent is van jullie. En dan zijn jullie, al regent het, jullie worden niet nat. En een ding is dat je, het is een ding dat je niet nat wordt. Wat vinden jullie, welke dag is het vandaag? Wereldtoerismedag. Hebben ze jullie ook geleerd wat het betekent, zo'n dag? Ja, voorbeeld, je gaat naar, mensen van Amerika komen naar hier. En dat zijn hun toerisme. Ben jij ook toerist? Kan jij ook een toerist zijn? Ja. Waar ga je dan als toerist? Bijvoorbeeld naar alle district, naar Nederland. Het is een dag dat je even stil bij moet staan. Hè? Dus als je even globaal bekeken, is het eigenlijk een bijzondere dag voor Suriname. Omdat toerisme dan overigens geld genereert voor ons land. U zag en hoorde natuurlijk geen Yves John, maar wel de secretaris van de UTGS. En dat is Errol Geesius. Enkele kinderen die hebben geparticipeerd. En daarnet nog de kunstenares Marlene Sehou, die vandaag ook heeft geparticipeerd aan het evenement. Georganiseerd door de United Tour Guide Suriname en Happy Independent Person op het Fort Zeelandia complex. De kinderen hebben onder andere met artblok de tuin verfraaid.